Welkom bij de wiskundeles. Vandaag gaan we eens kijken hoe kunnen we weer de oppervlakte van een ruimtefiguur uitrekenen. En in dit geval de oppervlakte van de cilinder. Nou, laten we eerst even kijken om de oppervlakte van een cilinder uit te rekenen. Zullen we eerst een uitvouw van de cilinder moeten maken. Dus we maken eerst de uitvouw. Nou, de cilinder bestaat uit bestaat eigenlijk uit een onder- en een bovenvak. Dus er zijn twee vlakken, onder- en bovenvlak. En verder is er nog één vak. En dat is de mantel. En de cilindermantel is eigenlijk, als je hem uitvouwt, bestaat die uit een rechthoek. Dus je hebt een onder- en bovenvlak. En je hebt een rechthoek, wat de cilindermantel is. Nou, laten we even kijken. Kunnen we hiermee dan de oppervlakte van het ruimtefiguur uitrekenen, dus de oppervlakte van de cilinder uitrekenen? Nou, we hebben daarvoor deze twee formules nodig. Dat is de oppervlakte van de cirkel en de omtrek van de cirkel. Die formules krijg je erbij op de toets, maar die heb je dus nodig. Nou, laten we eerst eens kijken hoe kunnen we de oppervlakte van de cirkels uitrekenen. Nou, de cirkels hebben een diameter van 15 centimeter, dus laten we die er even inzetten. Een diameter van 15 centimeter, deze zelf dus ook 15. En verder, wat weten we? Verder weten we dat de hoogte van de cilinder, dus dat is dit stuk, want we vouwen hem, dit is zo opengevouwen en dit is dus de hoogte, die is dus 12 centimeter. Eens even kijken. Als eerste, kunnen we de oppervlakte van de cirkels uitrekenen? Ja, dat kan, want de oppervlakte van de cirkel is pi keer straal. Dus, laten we eens even kijken. Oppervlakte grondvlak dat is dan pi keer straal. Nou, 15 is de diameter, want dat is de lijn van de ene kant van de cirkel naar de andere kant van de cirkel. Dus dan is de straal, nou, wat is de helft van 15? Dat is 7,5, hè? Dus 7,5 centimeter. Dus 7,5 centimeter. Dus de oppervlakte van het grondvlak is pi keer 7,5 in het kwadraat. Oftewel, de oppervlakte van het grondvlak is pi keer 7,5 in het kwadraat. 176,71. Dus 176,71. Ja. Oppervlakte bovenvlak is hetzelfde, want die twee zijn gelijk aan elkaar. Dus 176,71 vierkante centimeter. Vierkante centimeter. Nou, kijken we nu nog, wat is de oppervlakte van de cilindermantel? Nou, de oppervlakte van de cilindermantel is eigenlijk de hoogte keer de breedte van die rechthoek. Dus de hoogte keer de breedte. Alleen, hoe lang is nou die breedte? Nou, het mooie is dat die breedte eigenlijk gelijk is aan de omtrek van die cirkel. Want die past precies, dit stuk past precies om die cirkel heen. Dus, en wat is de formule voor de omtrek van de cirkel? De omtrek van de cirkel is pi keer diameter. En in dit geval is de diameter dus 15. Dus pi keer 15. Dat is de lengte van die rechthoek. Want dat is precies de omtrek van die cirkel. Dus de omheen is precies gelijk aan die lengte van die rechthoek. Want die sluit precies aan op de zijkant van die cirkel als je hem erheen vouwt. Dus wat wordt dan de oppervlakte van de cilindermantel? Nou, dat is dan dus pi keer 15 keer 12. Oftewel, dat is pi
keer 15 keer 12. 556,49. Dus 565,49 vierkant centimeter. Wat is dan de oppervlakte cilinder? Nou, de oppervlakte van de cilinder is dan die dingen bij elkaar opgeteld, hè? Dus die drie vakken bij elkaar opgeteld. Dus 176,71 plus 176,71 plus 565,49. En hebben we dus een oppervlakte van 918,91 vierkante centimeter. Dus zo hebben we de oppervlakte van de cilinder berekend. Dus eerst oppervlakte van het bovenvlak, of nou, eerst oppervlakte van het grondvlak, bovenvlak, en daarna de cilindermantel uitgerekend. Nou, succes verder met het maken van de opgave en dankjewel weer voor het luisteren naar de uitleg.